Yo guys van kanaal, ik ben ook wel. De video van deze zondag 12 maart zijn we nieuw aflevering van deze serie. Dronken van de Revister, aflevering 217. Na dit Romeo. Ja mensen, we zijn alweer met een nieuw aflevering van deze serie Dronken van de Revister. En ja zeker mensen. En het is een beetje wennen, want de afgelopen tijd heb ik niet zoveel Minecraft gespeeld. Dus het is nu echt behoorlijk wennen om dit weer te gaan spelen. Echt waar. Heel raar. Heel ineens. Ja, ik weet niet, duizelig of zo. Ja, weet niet. Heel raar. Ja, waarschijnlijk speel ik het niet zo vaak. En trouwens, voor de mensen die willen weten, vanaf morgen nieuwe planningen op het YouTube-kanaal Remco zijn Passie. Jazeker, vanaf morgen staat de MC Prepper beoordeling, natuurlijk. Ja, dat begint weer. En geen wat vandaag, wat gaan we vandaag gamen, Prepper beoordeling. Ik heb de naam genoemd MC Prepper beoordeling. Dat blijft de MC, de naam zeg maar, wel gewoon op de maandag staan, zeg maar. Vrijdag, nee, sorry. Woensdag, Roblox, dat is ook weer terug van weg geweest. Nou, vrijdag komt ook weer gewoon tv-tips met Remco. Dat is nieuw, tv-tips met Remco. Ik zeg gelijk weer, je hoort aan mijn stem, dat het helemaal nieuw is. Ja, dat het best wel recentelijk is. Nou, het is niet recentelijk, want het is een nieuwe serie die vanaf dit jaar op YouTube komt. Ik dacht eerst aan, eind vorig jaar, dacht ik aan reageren op video's van kijkers. Maar ja, dat heeft me behoorlijk wat gedonder mee. Dat wil ik ook niet zeggen, maar gewoon, je snapt wat ik bedoel. Het kwam niet helemaal goed. Het was niet helemaal slim. Soms zei ik wel wat negatieve dingen, zeg maar. Dus dat wil ik een beetje voorkomen. En ik zit nu een pauwtje te lopen, maar en de vorige keer, toen vroeg ik van, ja, toen zat ik bij de donorbaan te kijken. En iemand had mooi gereageerd in de comments. Van wie die Bobo de CS, die is 17 keer en dat is, die heeft gereageerd in mijn chat. En wat zei die als volgende? Ik zal het even voorlezen voor de mensen die willen weten. Even kijken. Ik ben die Bobo de C, die 17 keer klopt. Het is namelijk mijn favoriete attractie van Dronecraft. Aha. Ja, dan snap ik wel dat het de favoriete attractie is van Dronecraft. Het is best wel een leuk baantje. Ik ga hem ook even proberen. Gewoon omdat het kan. Zoals Stuk TV dat altijd zei. Ik zou even kijken. Ik ga hem maar naar iedereen. Want oh, hij rijdt een beetje langzaam. Ik denk dat dit de volgende keer terugkom. Want zoals je kan zien. Ik zou hier buiten gaan staan. Als ik erin mag. Ja, dankjewel. Kijk. Voor de mensen die mijn video's, de crew kijken, kijk, dit klopt niet helemaal. Het gaat een beetje langzaam. Dus, volgens mij is dat ding een beetje storing. Ik merk ook dat het behoorlijk laggy is hier, zo te zien. Voor mijn computer, merk ik. Een beetje dan, hè. Niet heel veel, maar een beetje. En ik ben benieuwd of er dit jaar ook een paas-event komt op Dronken Revister. Want als ik kijk bij event, ik ben altijd niet meer gewend bij het evenementterrein. Staat nog steeds het gebouw wat we vorige keer ook zagen, het carnavalsgebied. Dus ik ben benieuwd of het ook verandert binnenkort naar het Pasen. Dat we weer paaseieren kunnen zoeken. Voor de mensen die willen weten, ik ben de paasweekend hier niet. Ik kan niet livestreamen of wat dan ook. Want ik ben een weekendje weg. Met Pasen, ja. Ik ben een weekendje weg. Sowieso komt er het weekend wel een video, maar dan op dinsdag, even dat jullie weten. Het hele weekend is op dit YouTube kanaal is het Nederlandse weekend, dat is Nederland nabouwen en straatviewer. Dat is ook nieuw trouwens, vanaf zaterdag. En dan komt, hoe noem je dat? Dus het hele weekend is het Nederlandse weekend, maar dan die dinsdag. Dus die dinsdag na Pasen, dat is volgens mij, als ik me niet vergis, 11 april. Dan komt er weer een video. Dat duurt nog een dikke maand. Dat duurt serieus een dikke maand zelfs. Dus ja, omdat nu dat ik het zeg, dan weten jullie het alvast. Zo, dat wilde ik even kwijt.
Ja, mijn haar is behoorlijk lang. I know. Ja. En er zit een beetje over botjes te springen. Maar ja, ik weet verder geen video hier een video over te maken. Dus ja, we laten het hierbij, zou ik zeggen. Ja, sorry. Sorry. Ja, we houden het hierbij. Ja. Ja, ik hoop dat je het een leuke video vond. Dat als eerste. Bedankt voor het kijken. Laat natuurlijk een duim achter op dit YouTube-kanaal. Abonneer op dit kanaal hier beneden. Ik zeg jou tof voor deze nieuwe video van Droom van Frufsisten. Volgende zondag zijn we weer terug met een nieuwe aflevering, zoals elke zondag. Joejoe!